Herald Square bevindt zich tussen Broadway en de Avenue of the Americas en loopt van de 34ste naar de 35ste straat. Het monument voor James Gordon Bennett Sr. en James Gordon Bennett Jr. werd hier in november 1940 opgericht nadat het oude Herald-gebouw was gesloopt, eerder al in 1921. De drie bronzen figuren bestaan uit Minerva en twee klokkenluiders. Ze werden gemaakt door de Parijse beeldhouwer Jean-Antonin Carle. Het oorspronkelijke gebouw van de New York Herald stond achter het monument en werd dus in 1921 gesloopt. De sculpturen werden gered en hergebruikt in dit monument. Wie 's nachts het plein bezoekt, kan de ogen van de uilen om de paar seconden zien oplichten. De klokkenluiders op het monument zijn een kopie van de Torre dell'Orologio op het San Marcoplein in Venetië, waar de twee mechanische klokkenluiders al meer dan 500 jaar de uren slaan. Dat Bennett het gebouw een Venetiaans vispaleis vond, is niet zo vreemd wanneer we het vergelijken met de visafslag in Venetië. Achterop het monument bevindt zich een deur die naar het mechanisme leidt en als opslag wordt gebruikt door de schoonmakers van het park. Op de deur vinden we het embleem terug van James Gordon Bennett Jr., de uil en de tekst La nuit porte conseil, de nacht brengt raad. Ofwel, laten we er nog een nachtje over slapen.